helemaal geen eten meer op dit eiland. Oké. Ik heb een idee. Als jij nou weggaat met de boot en dan gewoon eten gaat zoeken. Dat is een goeie. Ja. Oké, maar wat ga jij dan doen? Nou, ik ga een nieuw huis bouwen. Ik dacht dat jij het eten zou regelen. Jij hebt een winkel. Oké, Santino, ik ga het eten wel regelen. Ik zie je later wel. Doei, nee, Alex. Doei! Oké, lieve mensen, nu dat Alex dus weg is, kan ik ergens mee gaan starten. Dat is namelijk een kippenfabriek. Ja, Alex mocht het niet weten dat ik die fabriek ging bouwen aangezien hij kippenlina heeft. Maar ik was dus van plan om een kippenfabriek te bouwen. Ik weet sowieso zeker dat hij het er niet mee eens was. Dan gaat hij weer naar Koning Panda. Dan heb ik weer gezeik met Koning Panda. Dat heeft allemaal geen zin. Maar ik heb dus achter de schermen wat materialen verzameld, waarmee wij dus een heuse kippenfabriek kunnen maken. Of een kippenboerderij, hangt er een beetje vanaf hoe je het wilt zien. Ik heb hier namelijk in deze kist allemaal bamboeplanken. Ik heb blokken van bamboe, maar ik heb ook cobblestone. Ik heb niet heel veel cobblestone, dus ik ga het wel denk ik een beetje een natuurlijke vorm geven. Maar dat gaan wij dus doen. Wij gaan dus een kippenfabriek bouwen. En Santino, waarom een kippenfabriek? Nou, ik heb 5 eieren, dus ik dacht misschien kunnen we daar wel wat kippen uithalen. En het is altijd handig om natuurlijk zo'n fabriek te hebben. Ik denk niet dat Alex het er heel erg mee eens gaat zijn dat het een kippenfabriek is. Maar ja, luister, ik heb honger en ik heb geen zin om elke keer brood te moeten eten. En allemaal dat soort dingetjes. Even kijken, cobblestone. De eieren heb ik mee, de zaadjes heb ik mee. Weet je wat? Ik ga ook voor het eten toch ook even een paar schapen brieden. Maar dat komt helemaal goed. Eens even kijken, waar willen we deze fabriek bouwen? Ik zat zo te denken, als we dat nou misschien een beetje aan het water bouwen. Misschien als we het aan het water bouwen of misschien wel hier bouwen. We kunnen het hier bouwen in principe. Want ik ben van plan daar namelijk een huisje te bouwen voor in de toekomst. Dus als we nou gewoon hier een boerderij bouwen. Of een fabriek. Gaan we het een boerderij of een fabriek noemen? Ik denk dat het een soort fabriekboerderij wordt. Trouwens, het is allebei hetzelfde. Dus dat maakt helemaal niet uit. Eens even kijken. Voor nu maak ik dit dus nog allemaal cobblestone. Ik wil het eigenlijk allemaal van dirt gaan maken uiteindelijk. Misschien kunnen we dat stukje een beetje gebruiken om dirt te hakken. Zo, hoppa. Eens even kijken. Gelukkig hebben we de vorige keer wat iron gevonden. Dat is namelijk heel erg fijn, want mijn tools zijn ook al bijna op. En ik heb allemaal iron gebruikt voor een anvil, omdat we natuurlijk onze koe een naam hebben gegeven. Nou, hoe leuk is dat? Eens even kijken wat we nog meer gaan doen. Oké, het platform gaan we iets uitbreiden. Zo, hoppa. Dan moet het nog denk ik ietsjes groter. Zo, en dan is het... Dit is denk ik wel leuk. Dan gaan we dit eventjes nu sowieso even in dirt veranderen. Want anders ziet het er echt niet uit. Zo, hoppa. Eens even kijken. Dan hakken we dit ook nog eventjes weg zo. En zo. Oké, hoe gaan we beginnen? Ik denk dat wij gewoon lekker hier gaan beginnen. Met een paar van die blokken zo. Oh, dat moet ik even weghakken. Zo, en dan maken we hem best wel groot. Laten we hem tot aan ongeveer hier doen, denk ik. En dan hier naartoe. Dan maken we hem hier zo. Ik denk dat dit wel groot genoeg is. Breed is in ieder geval. Zo, en weet je wat het is? In het begin gaan we sowieso niet heel veel kippen hebben. Dus dit is wel prima zo. En we kunnen hier altijd nog een stukje bouwen waar die kippen naar buiten kunnen. Dan pakken we even wat bamboeblokken erbij. En dan gaan we een beetje 3D maken of zeggen we van... Nee, weet je wat? We doen het wel gewoon zo. En dan ditte. Dan maken we hier, houden we het vrij. Kijk, 1, 2, 3. En dan kunnen we 3 vrij houden. Denk 1, 2, 3. Oké, wacht, 4. Dus dan doen we het zo. Dan houden we dit stuk vrij. Dat is prima. En dan doen we het zo en zo. Oh, wacht. Dit klopt nu al niet. Ik heb het niet goed gekeken. Woeps. De reden waarom ik het ook een beetje zo'n bamboe... De reden waarom ik het eigenlijk een beetje zo natuurlijk hou, is omdat het natuurlijk... De reden waarom ik het zo natuurlijk hou, is natuurlijk omdat we op een eiland zitten. Ik ga er niet een industrieel iets van maken. Eens even kijken, dit moet wel wat breder zo. En ik zit nu te kijken en het is eigenlijk best wel klein. Nadenken, Santi. Het wordt ook donker. Oké, ik moet even... het wordt ook donker. Dat betekent dat we even moeten uitkijken voor zombies en creepers en spinnen en alles. Stel je voor, hè, er komt in één keer een creeper hier zo. Oh, kijk, daar heb je het al. Er komt op één keer een creeper en die blaast opeens mijn hele kippenfabriek op. Dat zou echt heel erg vervelend zijn. Oh, en mijn schep is kapot. Oh god. Ga weg. Laat me met rust. Ik heb dit echt niet nodig vandaag. Oh god, en ik hoor er nog meer. Please, blijf alsjeblieft van me vandaan. Kijk, want wat we in principe kunnen doen, is we kunnen dat het binnenverblijf maken en dit het buitenverblijf. Dit komt wel goed. Het kan niet zomaar blijven zweven zo. Even een crafting table maken. En die zetten we eventjes hier neer. Dan ga ik ook even een furnace meteen maken. En, oh, ik heb torches. Gelukkig. De furnace, ik weet niet waarom we dat nodig hebben, maar... Oh, wat hoorde ik? Ik hoorde wat. Wat gebeurde er? Oké, ik weet dus niet wat er gebeurde. Nou ja, maakt niet uit. We gaan gewoon door. Oh, zombie, ga weg. Zombie, ga weg. Oh, hij heeft dus een arme schep. Kan ik die krijgen? Nee. Ja, brand lekker, zombie. Nee. Ik wil niks met jou te maken hebben. Nee, blijf bij me vandaan. Ga weg. Zo, hoppa. Oké, eens eventjes kijken. Ik ben nu alweer bijna door mijn eten heen. Het is echt ongelooflijk. Ik hoop echt dat Alex zo... veel als mogelijk eten vindt. Oké, laten we eens eventjes kijken. Want ik denk dat dit dan wel groot genoeg is. Nogmaals, ik ga niet heel erg veel kippen hebben in het begin. Dus dat maakt het niet heel veel uit. Laten we dan eens even wat bamboehekjes maken. Even kijken. Bamboe fences. Daarvoor heb ik iets meer stokken nodig.
We maken er wel even zoveel. En hoppa. Oké, dat is genoeg. Zo. Gaan we even naar beneden toe. Kijk, dan ziet het er tenminste niet zo heel erg lelijk en zweverig uit. Maar dan kunnen we dit gewoon zo neerzetten. En dit gewoon zo neerzetten. Dit zo naar beneden toe. Hoppa. En dan hier zo op. En zo, deze wordt wel echt heel erg diep. Dat weg en dat weg. Dan ziet de onderkant er redelijk uit, denk ik. Weet je wat, we doen gewoon voor de grap ook. Oh, oh. Voor de grap doen we dan ook gewoon lekker zo. We hebben toch nog genoeg hekjes over. Nee, weet je wat, trouwens, ik ga die hekjes bewaren voor boven. Even kijken, wat we dan kunnen doen, is we zetten hier dan nog wat bamboe neer. En hier zo bamboe, en hier zo bamboe. En dan doen we er een hekje omheen van bamboe. Zo, dan moeten we alleen even voor zorgen dat dit wel gras wordt. Want ik vind het niet zo echt heel erg mooi. Dan kunnen we ook nog trappen van bamboe maken. En dan moet ik natuurlijk ook nog eventjes dit afmaken, dat is logisch. Even kijken, dat doen we zo dan. Dat is denk ik wel zo mooi. Wat we dan doen is, we hoeven dit niet eens per se heel erg groot te maken. Want wat we namelijk kunnen doen, is we doen er misschien denk ik dan 4 omhoog. En dan doen we gewoon het dak er lekker op. Maar ja, dat dak hoeft er natuurlijk ook niet echt per se helemaal dicht. Aangezien het gewoon een buiten slash binnenverblijf is. Zo, en dan doen we dit nog omhoog. Zo, zo. Oh, dan val ik naar beneden. Dat is niet zo handig. Zo, dan gaan wij beginnen. Ik denk met stairs hier zo. Hop, en dan denken jullie waarschijnlijk, Santino, je bent toch een soort fabriek aan het maken. En dit is sowieso niet efficiënt genoeg voor een fabriek. Dat klopt. Ik heb besloten dat het geen fabriek meer is, maar een soort boerderij. Want ik heb simpelweg geen kippenspanner. Als we kippenspanner hadden, dan hadden we er wel een soort van fabriek van kunnen maken. Maar kippenspanner zal waarschijnlijk zo zeldzaam zijn. Ik weet überhaupt niet of je een kippenspanner kan maken. Het ding wat ik eigenlijk nog wil veranderen is, ik wil hier dit eigenlijk nog van fences maken. Ik denk dat dat er heel erg leuk uitziet. Het ziet er een beetje uit als een stal dan. Maar hier kunnen dan de kippen binnen zitten. Zo, dan moeten we denk ik wel eventjes wat meer van die fences maken. Dat is wel het probleempje. Of tenminste, nee, volgens mij hebben we genoeg fences. Ja, oké, mooi. Dan hebben we dat er. Dan maken we dit nog even zo af. Hoppa, dat is wel prima zo. Dan moeten we dit eigenlijk, moet ik even van die gates hebben. Die gaan we even meteen maken. 2 ervan. Even kijken. Fence. En dan zou het af moeten zijn, volgens mij. Wacht, hebben we torches? Ja, we hebben torches. Wat we dan doen, we gaan dit nog 1 keer omhoog doen. Hier een torch, daar een torch, daar een torch en hier een torch. En dan binnen moeten we natuurlijk ook nog een paar torches plaatsen. Zo, zo. En daarbuiten ook nog. Oh, ik heb geen torches meer. Oké, daar moeten we eventjes voor zorgen. Even kijken, wat nieuwe torches. Die zetten we hier neer. Oh, oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Zo. Even kijken. Zo en zo. Ik kan die tenminste weg hier zo. En dit moet ik ook even weghakken. Zo. En hatsa. Dan ben ik hier tenminste klaar voor nu. En dan zit ik even een manier te verzinnen hoe we dat gras daar gaan krijgen. En ik weet al wel een manier. Ik ga dit even weghakken. En dan kunnen we de deur daar neerhangen. Even kijken. Zo doen we dat. Maak het hier nog even mooi. En daarna hoop ik dat we kippen krijgen uit die eieren. Zo niet, dan hebben we een probleem. Dan moet ik alsnog kippen gaan zoeken. Maar dan hebben we tenminste de fabriek staan. Oké, we hebben 5 kansen. 5 kansen om hier kippen uit te krijgen. Kom op. 1, 2, 3, 4. Oh god, ik heb geen kippen. Chips. Oké, we hebben geen kippen, maar de kippenfabriek staat. Misschien dat er nog ergens hier kippen zijn. Oh, kippies, kom eens hier. Ik heb kippen gevonden, jongens. En nog dichtbij ook. Kom eens hier. Oké, jullie gaan met me mee. Jullie gaan de eerste kippen zijn die gaan komen in mijn kippenfabriek. / boerderij. En schiet eens niet op, want het wordt donker. Ik heb sneller een kippenfabriek dan een eigen huis. Het slaat eigenlijk echt helemaal nergens op. Ja, komt u maar rustig aan. Kijk eens, het nieuwe verblijf. Nou, helemaal geweldig, toch? Ja, kom maar naar binnen. Hatsa. Dan kunnen jullie ook meteen even breeden. Dat is mooi. En hatsa, daar is het dan. De eerste kippenfabriek. Hier gaat echt heel veel eten uitkomen, weet ik zeker. Of Alex er nou mee eens is, ja of nee, dat maakt me helemaal niet uit. Ik heb tenminste een soort voedselplan. En trouwens, over Alex gesproken, ik denk dat ik hem even ga zoeken. Het is namelijk al een paar dagen geleden dat ik hem heb gezien. En ja, ik moet wel even kijken of het goed allemaal met hem gaat. Als het namelijk niet goed met hem gaat, dan hebben we een klein probleempje. Dus laten we meteen eventjes gaan zoeken. Oké, laten we het bootje pakken. Volgens mij ging hij vanaf de koning panda. Oké, laten we een bootje dan pakken. Volgens mij ging hij namelijk vanaf koning panda die kant op. Ik hoop dat ik het goed heb. Oké, laten we gaan zoeken. Hey, wacht eens even. Wat is... Zie ik dat nou goed? Huh? Wacht. Wat doet Alex daar nou weer? Wat? Oh god, wat is er gebeurd? Ik zie het alweer. Wat is er gebeurd? Huh? Hij heeft een soort tempel gevonden. Een beetje de Alex! Als ik daar nog kan... Alex! Santino! Alex! Wat doe jij hier? Santino, wat doe jij hier? Ja, wat doe ik hier? Ik was jou aan het zoeken. Je bent al dagen weg vanaf het eiland. Ja, ik weet het. Ik ben al 4 dagen hier zo. Ik word een klein beetje gek. Maar het gaat op zich best wel goed. Ik bedoel, ik heb al een huis gebouwd. En ik ben eten aan het verzamelen voor als ik terugkom. Alleen weet ik niet precies hoe ik terugkom. Maar aangezien jij hier nu bent... Jij weet vast wel de weg terug naar huis, toch? Ja, het is... wacht even.
Wacht, ik heb een kaart, Santino. Misschien kan je het wel op de kaart. Oh, ja. Graag. Laat eens eventjes zien. Zeg maar, het enige wat je ziet op de kaart is dit eiland alleen. Het is, ja, dat is een goeie. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer waarmee we moeten. Ik weet het dus ook niet meer. Nee, je niet, hè? Dit, ik, betekent dit nou dat we hier nu samen vastzitten? Ik denk het wel. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Hoe ben je überhaupt... Ja, oké, nee, laat maar. Ik weet wel hoe je natuurlijk bent... Ja, Santino, ik was gewoon op zoek naar eten. En ik zag hier toen ineens allemaal visjes. Dus ik dacht, nou, ik ga hier wel even zitten. En toen zat ik hier ineens vast. Dus nu ben ik hier een kleine basis aan het bouwen. Voor het geval dat het gaat regenen. Want we zitten midden op zee. En ik wil niet opgegeten worden door allemaal zeezombies en monsters. Nee, okay. dat begrijp ik. Ik ook het liefst niet. Oh, mijn god. Waarom ben ik jou ook gaan zoeken? Ik had gewoon op je moeten wachten. Ja, ik denk dat dat ook wel het slimmere idee was, inderdaad. Maar hey, nu we hier toch samen zijn, wil je een kijkje nemen in mijn huis? Ja, tuurlijk. Het lijkt erop dat we er toch samen in moeten wonen voor nu eventjes. Oh, hoe bedoel je samen wonen? Ja, waar moet ik anders wonen? Ik zit hier ook vast nu. Ja, maar dit is mijn huis. Nee, dit is ons huis nu. Ons huis. Dat is niet waar. Jawel, gezellig alles. Ik heb allemaal materialen meegenomen waarmee we kunnen bouwen als het nodig is. Dus je hebt materialen meegenomen? Ja, ik was bezig met iets en... Dat is eigenlijk een verrassing voor als jij terugkwam. Alleen, ja, we zitten nu vast. Dus je hebt een verrassing voor me gebouwd, Santino. Ga eens met je hoofd uit het dak. Hij is bijna klaar. Hoppakee. Ja, sorry. Maar, oké, wat wil je dat ik dan ga doen? Het is toch een leuk huisje. Ja, het is echt geweldig. Maar het is niet groot genoeg voor twee man. Dus ik neem het over. Nee, omdat ik niet had verwacht dat jij hier zou wonen. Ja, oké, is goed, Alex. Doei. Wow. Nee! Dat gaan we dus even zeker niet doen. Dit is mijn huis. Ik heb het de hele tijd zitten bouwen sinds dat ik hier ben. En dat is al 4 dagen lang. Oh nee, Santino. Oké. Oh god, het wordt donker, hè. Oh nee. Heb je een bescherming hier of niet? Oh ja, oké. Je mag wel 1 dagje blijven logeren dan. Ik doe er wel vast de deur in, ja? Ja, graag. Want ik kwam allemaal monsters tegen. Dit wordt jouw hoek dan. Mijn hoek? Krijg ik niet een kamer of zo? Een kamer. Je wil een kamer? Ja, ik wil een hele mooie groene kamer hebben. Oké, is goed. Dan mag je hier in deze hoek. En dan maak ik er wel een kamer voor je van. Dankjewel. Nee, Alex. Doei, slaap lekker. Oh, slaap lekker. Of wil je dat ik een verhaaltje voorlees? Nee, laat maar. Ik ga wel slapen. Ik wil gewoon zo snel mogelijk terug naar huis. Ja, dat dacht ik al. Ik ga wel in deze hoek slapen. Alex! Laat me slapen! Ik heb zo'n slechte dag gehad. Slechte dag gehad, Santino? Het is letterlijk de beste dag ooit. Het is namelijk dag 5 dat ik hier zit. En voor jou dag 2. Maar ik heb staand geslapen. Ik weet niet hoe jij hebt geslapen. Ik heb ook een beetje staand geslapen. Het doet een beetje pijn aan mijn benen als je zo lang op je benen staat. Het ligt niet al te lekker, kan ik je vertellen. Maar ik ben er een beetje aan gewend, oké, in de laatste dagen. Gewend? Ik wil hier gewoon zo snel mogelijk weg. Dat wil ik. Oké, Santino, dan heb ik een opdracht voor jou. Een opdracht voor mij? Ja, zeker. Als jij op dit onbewoonde eiland wil overleven, dan moet je naar mij luisteren, want ik ben een kenner. Jij bent een kenner van op eilanden raken, zeker? Ja, natuurlijk, want ik zit hier al 5 dagen, zoals ik net had gezegd. En dat is waar ik geen eens marshmallows heb gegeten. Ik heb geen mars gegeten. Jongen, jij met je marshmallows. Hou eens op met je marshmallows. Ik hou gewoon van marshmallows en die hebben we hier nergens, oké? Jongen. Maar wat ik je wou vertellen is, we hebben wel eten nodig als we hier willen blijven. Ja... Ik kan vissen als je wil. Oh, dat zou perfect zijn. Je hebt wel een vishengel. Ik ga de hele tijd gewoon achter ze aan zwemmen met een zwaar. Oh, ja, nee. Laat maar. Ik kan wel een visje vangen voor je als je wilt. Oké, als jij dat doet, dan zal ik wel verder gaan met het huis hier. Maar maak even een tweede kamer erbij als je liet hier. Kijk, heb ik allemaal blokken voor je. Zo. Een tweede kamer. Oké. Jeetje, je hebt echt veel blokken mee. Ja, ik was iets bezig met bouwen nogmaals. En dat is nog steeds een verrassing. Ik ga wel vissen. Doei. Oké, ik doe mijn best. Oké. Eens even kijken. Oh mijn god, we hebben een pufferfish. Oké, dat kunnen we niet eten. Dat is letterlijk giftig. Oh, echt. Het is ook weer dat ik Alex moet gaan zoeken. Dat ik weer een veel te lieve jongen ben om hem te gaan zoeken. Ik had gewoon lekker bij mijn kippenfabriek moeten blijven. Bij mijn huis. Of tenminste, huis niet meer. Die is ontploft. Bij mijn ondergrondse bunker, bij Koning Panda. Daar had ik gewoon lekker moeten blijven. Ik had gewoon lekker op hem moeten wachten daar. Maar ja, hè, ik bedoel, ik moet het maar eventjes met die jongen overleven. Totdat we weg kunnen. In principe zouden we weg kunnen, maar wij hebben volgens mij nog niet genoeg eten. Dus laten we dat maar eerst even doen. En trouwens, we kunnen wel weg, maar ik heb echt oprecht geen flauw idee meer waar ik heen moet. En dan is het beste als ik samen met Alex hier probeer weg te komen. Sowieso überhaupt samen met hem, want hij is natuurlijk ook de weg kwijt. En we moeten samen terug naar het eiland. En ik moet je zeggen, we vangen aardig wat vis. Dat is wel heel erg fijn. Alleen, zal ik wat vis voor mezelf houden? Ik denk dat ik wat vis voor mezelf ga houden, want ik bedoel, ik heb ook echt heel erg honger. Ik heb nog maar 4 van die hongerbars. Santino! Yo, wat is er? Wat is er? Wat is er? Ik heb je kamer afgebouwd. Oh, ik schrok me dood. Wacht even. Ik ga nog 1 visje vangen. Nog 1 visje. Kom maar. Oké. Kom maar. Komt. In 3. Maar. In 3.
Kom. In 3. Ik heb meestal meer geluk. Ik heb meestal in 3, meer geluk. 2, 1. Hij kom. Komt! Ja, oké. Okay, ik heb een visje. Ik heb een visje. Oh, lekker. Die kun je op het kampvuur doen. Zo, hop, hop, hop. En ik heb er nog eentje. Ik heb er nog eentje. Zo, hoppa. Oké, okay, mooi. Oh, jij had mijn camera af. Ik heb een vis gevangen. Maar ik denk toch dat mijn manier van vissen wat sneller werkt. Maar, Santino, omdat jij een eigen kamer wou, wil ik jou welkom eten in mijn huis, want... Wat? Jouw huis? Ja, want jouw kamer is daar. Hoezo? Zit ik midden op de... Waarom? Waarom zit ik in het water? Zodat jij lekker ver van mij kan slapen. Doei, Santino. Au, ik ben bijna dood. Au, ik ben bijna dood, Alex. Oh, mijn god. Ja, we zijn allemaal wel eens bijna dood geweest. We zitten hier letterlijk te sterven op een onbewoond eiland. Wat vind je ervan? Ik mag alsnog staand gaan slapen, ja? Je laat me staand slapen. Nou ja, ja. Nou, oké. Okay. Weet je wat? Ik hoef je gezicht niet meer te zien. Welterusten. Jongen, jongen. Morgen dag nummer 6 op een onbewoond eiland. Alex, Santino, hou je mond eens. Hou je mond. Laat me slapen. Hé, Santino. Ja. Ik zat dus vanochtend een beetje uit het raam te kijken. Ik was eigenlijk al wat eerder wakker dan dat jij was. En ik achter. Heb jij die verrekijker nog? Ik heb geen verrekijker bij me, nee, Alex. Nou, die heb ik in de kist. Ik heb er wel één. En waar ik achter kwam, is dat er hier wat ligt onder water. Onder water? Wacht, waar ligt er wat onder water? Ik zie helemaal niks. Ik heb honger, trouwens. Omdat je ook daar aan de verkeerde kant staat. Ik heb het over hier. Ja, wacht. Laat me eerst even lekker ontbijten. Oh, Santino. Oh. Je vissen zijn zeker helemaal aangebrand. Heb je ze er nou de hele nacht op laten liggen? Ja, maar ik heb ze zijn in principe best wel lekker hoor. Hier, wil je proeven? Oh, ja, oh nee, wacht. Op! Is wel lekker. Hé, hey, maar Santino, kijk daar eens. Waar? Onder water. Onder water? Wacht, waar is onder water? Hier zo. Wacht, laat me even kijken. Ik heb een boot. Oh, wacht, hier gewoon. Ja. Oh, nog een schep. Het huis wat ik heb gebouwd. Oeh. Wie is eerst? Wie is laatst? Is een vis. Het is een vis. Ik wil geen vis zijn. Wacht eens even. Een vis zijn is best wel goed. Ik ben er. Go. Oké, okay, wacht. Hey, wacht eens even. Santino, daar is hier een vis. Wat kan hierin zitten? Wacht. Emerald! En iron! Ja, en ik heb ook een kist! Wacht even, wat zit er in jou? Oké, okay, ik heb lucht nodig. Oh nee. Wacht, wat zit er in mijn kist? Ik kan hem niet openen! Je kan hem niet openen? Oh wel, ik heb... Oh, ik heb een buried treasure map gevonden. Een buried treasure map? Alex, laat me er langs! Ik heb nog iets van een schat gevonden. Maar er staat niks op de map. Er staat niks op. Nee, ik had dat dus ook gevonden, zo'n kaart met niks erop. En toen ik hem invulde, kreeg ik kaart hashtag 1. Oh, dat is... Oh nee, dat is dus de kaart van de omgeving. Oké, okay, er staat helemaal niks op, hè? Dus eigenlijk hebben we helemaal niks aan de kaarten die we hebben gekregen. Oh nee. Nou, tenminste, mochten we ooit de eiland terugvinden, kan ik een kaart van het eiland maken. Ik bedoel, dat is wel leuk. Nou, het liefst wil ik hier eigenlijk nooit meer terugkomen en wil ik heel graag terug naar huis. Nee, ja, dat begrijp ik ook. Dat bedoel ik ook. We moeten eigenlijk gewoon een plan maken dat we hier weggaan. Ja, oké, okay, maar hoe gaan we hier weg? Ik zit hier letterlijk al 6 dagen. Jij zit hier net 2 dagen. Ik heb alleen geen idee van welke kant we komen. Santino, laten we hier niet ook een bamboe-eiland van maken. Waarom niet? Dan voel ik me een beetje thuis. Oké, het zal wel, maar we moeten hier wel nog kunnen lopen als we hier moeten blijven wonen. Hey. Oh, meloen is gegroeid! Wauw, ik heb er 4 gekregen. Hey, luister, trouwens... Heb je ook zin in een stukje meloen? Ja, graag. Ik heb alsjeblieft, lekker. Samen spelen, samen delen. Hier, wacht, dan heb jij cooked salmon. Oh, dankjewel. Ik heb alleen best wel veel vis. Ik bedoel, super, dankjewel. Veel vis? Zei je dat nou? Ja, ik ben al op vissenjacht geweest. En je gaat niet delen? Nou ja, je mag wel een vis hebben, maar jij hebt er net ook heel veel gepakt. Ja, maar ik gaf je net een gekookte zalm. En ik gaf je net watermeloen. Ja, oké, okay, inderdaad. Luister, trouwens even terug. Ik wil hier niet nog een paar dagen blijven. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Oké, okay, Santino, maar ik weet niet hoe we hier weg kunnen komen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk allebei wel een boot. Maar ik weet niet welke kant we op moeten. Ja, we kunnen Idemini-munt spelen, maar dat is best wel een risico. Want we kunnen 4000 kanten op in principe. Oké, okay, Santino. Pak jij dan je... Oh, nee. Ja, het regent. Wacht, ik ga even naar binnen, want ik word er helemaal gek van hier. Santino, dit is niet zomaar een regenbui. Schuilen. Alex, schuil. Alex, schuilen. Het is het moment om op zee te zitten. Jongen. Oh, nee, god. Santino, het is zulk slecht weer. En weet je wat er gebeurt als het zulk slecht weer is? Dan komen al die onderwaterzombies naar buiten. Nou, liever niet. Ik blijf dan liever gewoon lekker in je huis zitten, Alex. Oh, Santino, jij moet in je eigen huis zitten. Nee, mijn ik huis. Moet niks. Nee, ik moet helemaal niks. Hoezo blijf jij schuilen in mijn huis? Oké, moet ik nou echt serieus naar mijn eigen huis? Oké, je mag misschien wel heel even hier blijven, maar... Oké, gelukkig. Het is zulk slecht weer. Ik wil hier nu helemaal niet zijn. Nee, ik wil het liefst gewoon lekker naar huis, naar mijn niks. Ik zei niks. Naar je kip? Nee, ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Ik dacht dat ik de enige was die een kip had huisdieren. Ja, die heb je ook, Allemaal wel, Santino. We moeten echt wachten tot deze bui is afgelopen. Ja. We kunnen hier echt niet lang overleven. Wil je hier... Ah! Oh. Oké,
Plan B. Ik heb een idee. Blijf binnen, ja? Oké, ja, met alle liefde. Ik laat jou lekker naar buiten gaan. Wat ik ga doen, is ik ga heel veel blokken maken. En met die blokken ga ik heel veel deuren maken. Zodat we de buitenkant een beetje dicht kunnen maken hier zo. Oh, ja, dat vind ik een heel erg goed idee. Blijf jij dan ook buiten? Dan kunnen we hier binnen kruipen. Dan kunnen we deze deurtjes allemaal dicht doen en open doen wanneer we willen. En op deze manier zitten we een beetje veilig voor de storm. Oh! Tino, ik ga slapen. Oké, welterust, Alex. Oh, jij ook. Doei, doei. Hallo. Goedemorgen. De storm is voorbij. Heb jij een oog dicht kunnen doen vannacht? Ik helemaal niet. Nou ja, ik best wel. Het is namelijk dag 7 dat we op dit eiland zitten nu. Het bamboe is ook best wel gegroeid door de storm. Hoezo haal je dit nou weer weg? Ik kon er niet uit en ik ben te lui. Dus ik haal het weg. Tino zo... Oh, het werkt nu zo wel. Maar... ik denk dat vandaag wel de dag is dat we hier weg willen gaan. We wouden gisteren al een boot pakken, maar... Alex, ik wou de eerste dag al weg hier. Ik ga mijn huis gewoon afsluiten. Ik heb wat eten meegenomen en dat is waarvoor we hier op zich kwamen. Ja. Kunnen we nog misschien wat extra meloen meenemen? Hebben we nog wat anders nodig? Ik ga alvast alles in de boot doen wat ik heb gevonden qua eten. Dit nemen we allemaal mee naar huis, ja? Ja, ik neem wel nog wat ook log mee voor de zekerheid. Voor het geval dat we dat mee willen nemen. Maar welke kant gaan we op? Ja, ik maak niet zoveel uit. Ik weet hoezo het niet. Hoezo maak je niet zoveel uit? Ja. We moeten naar huis. Alex, ik weet het niet waar we heen moeten. Anders was ik al lang weggegaan. Oké, wat dan? Gaan we gewoon random een kant op? Random een kant. Ja, oké, dat klinkt echt als het beste idee ooit. Echt waar. Ik bedoel, stel, we gaan ook deze kant op. Hier recht naar voren. Nee, daar heb ik niet zo'n heel goed gevoel over, eerlijk gezegd. Je hebt niet zo'n goed gevoel over recht naar voren. Hoezo niet? Straks is daar een marshmallow-eiland. En kunnen we voor ons hele leven marshmallows blijven eten. Ik wil geen marshmallow-eiland. Dat wil ik niet. Oké, ik gok dat er op deze kant suikerspin-eiland is. Ja, maar... Hele leven lang alleen maar suikerspin eten. Nee, ik merk dat jij heel erg lang op een eiland hebt gezeten, aangezien jij denkt dat er zulke eilanden bestaan, Alex. Er bestaat sowieso een suikerspin-eiland. Nee, er bestaat geen suikerspin-eiland. Hoezo zou er geen suikerspin-eiland bestaan, Santino? Leg mij dat eens een keer uit. Omdat suikerspinnen verdampen in het water, dat is toch logisch? Is dat zo? Ja, het is suiker. Oh, dat wist ik niet. Oké, welke kant wil je dan? Op die kant, richting jouw huis? Nee, maar ik kan me niet herinneren dat ik vanaf die kant kwam. Volgens mij kwam ik juist vanaf die kant. Oké, dan gaan we toch naar die kant. Jij bent degene die hier als laatste is gekomen. Ja, maar ik ben het ook wel weer meteen vergeten. Maar dit geeft mij de beste gevoel in principe. Oké, en als we verkeerd zijn gegaan, dan gaan we toch naar Marshmallow Island. Wat jij wilt, dan gaan we lekker naar Marshmallow Island als die bestaat. Oké. Let's go, ik volg jou. Oké, let's go. Oh, er zijn hier ook zoveel dolfijnen. De dolfijn gaat zelfs met ons mee. Oh, wat een liefie is het ook. Wacht eens even, betekent dat niet als een dolfijn met je meezwemt dat je meestal de goede kant op gaat? Dat weet ik niet, ik weet niet meer jij dat hebt gehoord. Ik denk dat we de dolfijn moeten volgen. Kijk, hij gaat jouw kant op. Oké, ik zie die hele dolfijn niet eens, Alex. Hij zit hier onder mij, onder water. Wacht eens even, de dolfijn had gelijk. Wacht, hoe bedoel je gelijk? Santino, is dit niet ons eiland? Nee, dit ziet er niet uit als ons eiland, want dat is zand. Oh, wacht eens even. Maar er is daar wel heel veel bamboe. En ik zie de troon van koning Panda. Ja, dat is wel ons eiland. We zijn de goede kant op gegaan. We zijn thuis. Oh, gelukkig. Deze dolfijn is geweldig. Hij heeft ons letterlijk gewoon de weg naar huis gegeven. Oh, koning Panda, we zijn terug. En we hebben eten. Oh, het eerste wat ik doe is lekker even naar mijn kip gaan. Doei, Santino. Oh, doei, Alex. En daarmee wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nog een video zien? Klik op de video hier naast mij. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk hoef ik nooit meer te zien.